Het idee om van de Parkwijk in Lelystad een wijk te maken om te wonen en voor creatieve ondernemers is zeker kansrijk. Dat vindt stedenbouwkundige Martin Biewenga van Bureau West 8. Biewenga stond in 2001 aan de wieg van het oorspronkelijke idee voor de Parkwijk, die Lelystad de broodnodige extra inwoners in het stadshart moest bezorgen. Zo stond in het masterplan Stadshart. Het woonmilieu is geïnspireerd op de 19e eeuwse parkwijken. Ruim opgezet, groen, met herenhuizen, stadswoningen, stadsvilla's en appartementen. De parkwijk is er nog steeds niet, mede door de crisis. Vanavond bespreekt de gemeenteraad een nieuw plan van projectontwikkelaar Van Wijnen om een slenterwijk met 130 huizen, inclusief kleine bedrijfjes, te maken. Ja, in heel veel steden zie je dat soort wijken aan de rand van het centrum liggen, waar je het centrum voelt, maar wat niet echt het centrum is. En ik denk dat dat een hele mooie kans is. Als je maar een goed plan hebt met mooie openbare ruimtes, wat goed verbonden is met het centrum. Want als je een slenterwijkje wil maken waar mensen die het stadscentrum bezoeken ook komen, dan moet je eigenlijk zorgen dat de verbindingen met het centrum heel vanzelfsprekend zijn. Je loopt door het centrum en ineens ben je hier in de Parkwijk en is het daar ook heel gezellig en leuk. Enkele raadsfracties hebben hun bedenkingen en zijn bang dat de Parkwijk dezelfde kant op gaat als de locatie Waterwijzer, die ze niet mooi vinden. Zeker als kopers zelf hun huis mogen bouwen met projectmatig particulier opdrachtgeverschap, ligt verrommeling op de loer. Biewenga vindt dat de raad niet zo bang moet zijn. Als je de regie op het beeld te streng maakt, dan haken veel mensen, en vooral ook ondernemers, haken dan af. Dus je moet met name op die beeldregie kan je het ook wat losser laten. Als je maar een goed plan hebt met mooie openbare ruimtes. Jullie kunnen leren van de buren in Almere. Die hebben dat natuurlijk tot in het uiterste doorgevoerd, het particulier opdrachtgeverschap. En als je dat tot een succes wil brengen, moet je mensen een beetje de ruimte geven om te kunnen experimenteren, om hun eigen ideeën te ontwikkelen. Martin Biewenga vindt dat de gemeente moet doorpakken met de Parkwijk. Wachten tot de school De Arkes na 2020 overbodig wordt en wellicht wordt gesloopt, is het verkeerde signaal. Nou, je kan zo'n gebied heel goed in fases ontwikkelen. Het carré, het groene carré, dat ligt hier omheen. Daar kan je een parallelweg in aanleggen en daar kan je woning aan ontsluiten. Je kunt eigenlijk vandaag beginnen. Het terrein is er klaar voor. En als op een gegeven moment die school verdwijnt, dan kan je de wijk uitbreiden richting het noorden. Het wordt na 16 jaar wel eens tijd, hè, om nu wat te gaan doen hier. Ja, zeker. Je kunt niet blijven wachten. Je moet ook op een gegeven moment de stap zetten en aan de gang gaan. En risico nemen.